kan ik uren naar kijken. Zou het zijn, hè? Zou het zijn, zeg hij. Wat? Nou, voor de verjaardag van tante Cor. Ja, die is gek. Weet je wat het kost? Een avondje ballet. Nou, 2.000-3.000 gulden. 50.000 gulden, minstens. Hoeveel? 50.000 gulden. Voor één avond? Ja. 50.000 gulden? Ja. Voor één avond? Dat zeg ik ja. Ja. Hé, hey, Willy. Wat? Ga staan. Wat? Ga staan, dat zegt hij toch? Wat is uit hoe komen met die slaashuisbenen van je? En dan een beetje fladderen met je handen. Borst vooruit. Hé, hey, Willy. Kom eens mee. Aan de plié. 2, 3, 4, 2, 3. Hou hoog, hou hoog. Op, strek. 2, 3, 4. Ga door. En sluit af. Oké, hartelijk dank, dames en heren. Ja. Bij ballet natuurlijk niet over de kracht. Nou, het gaat ook over souplesse, finesse. Ja, maar daar kunnen we aan werken. Ik bedoel, daarvoor ben ik bij jou. Hmm. Nou ja, goed, maar ga eens even staan. Nou, ik zal nog één keer even uitleggen. Ja. Kijk, bijvoorbeeld die hele ruggenwervel, ja. Hier, die ziet, kijk, dat loopt niet goed door naar het bekken. Ik kan hem natuurlijk op een gegeven moment meer open te krijgen. Ja, dat bedoel ik nou. Maar kijk, heb hier een stulping. Ja. Denk je van, nou ja, dit ziet er nog niet lekker uit, maar dan kunnen we aan werken. Ja, nou goed, dat nog dagen later natuurlijk alweer een probleem. Maar, kijk, maar dit kunnen we ook soepeler krijgen. Nee, maar kijk, hier die hele knielijn, boven de tenen, voor de pliés, voor de jetés. En heb ik nog niet eens over het hele tussengebied. Ja, waarvan ik denk van, als je het door kan trekken naar de andere kant, is het mooi meegenomen. Maar ik zeg het liever eerlijk meteen. Dan we hebben een probleem, Marcel. Ja. Marcel, hebben wij het al over geld gehad? 1, 2 en 3 en 4. Frappé, zijwaarts en ga door, achterwaarts, ja, standbeen recht, standbeen. Ja! Daar is hij! Pilsie, zo warm had je erbij, jongens. Pauze. Hoe is die koe? Lekker speel? Hey! Jongens! Hoe zit geen hete saus? Ik heb geen hete saus. Hey, ging je lekker? Ja? Ging je goed lekker? Lekker gewerkt, jongens? Ja. Deed je het goed? Ja. Jij zit met 25 glazen loge. Ja, dan wil ik jou nog even hebben. Ja, oké. Wacht even. Janine. Heb jij dat nou gecheckt of die mensen van de bejaarden zijn? Nee, dit staat daarin. Oh, die zit hier. Ja. Die staan zeker voor 500... Ja, ze hebben gezegd van wel. Ja, ik zal ze zeker even nog even bellen. Ja, check jij nog. Ja, oké. Ik heb even de papiertjes halen. Oké, ja, kan. Ja, daar ben ik weer. Ja, ik word hier even gestorven. Ja, ik bel voor die bus uit Antwerpen. Er komen 80 bejaarden mee. Ja, allemaal dansliefhebbers. Dat weet je zeker? Schaduw.
wat jij in 2 weken hebt weten te bewerkstelligen, dat doet niemand je na, hoor. Echt waar niet. Nee? Ja, de loon moet erin komen. Het moet een beetje aantrekken. Mond-op-mond reclame, dat heb jij nodig. Luister. Ben je erbij? Ja. Luister. Jij gaat morgen naar Marcel. Ja? Die zegt tegen Marcel, ik heb me niet kunnen verenigen in het artistieke product. Breek de pleurs uit. Marcel tranen met tuiten. Ja. Nou, dit is voor mij een reden om die hele tournee af te blazen. Ja. En nou komt het. Dit geld van die sponsors is al gaan zitten in het decor. Hey, zijn we allebei geholpen? Snap je? Hupsakee, dan pakken we alles nog even. Hey, snap je nou een beetje? Oude reus, even een beetje bijkomen. Kom eens van het overstaan. Nee, die is er al. Ja, zal ik hem even roepen dan? Oké, komt-ie. Nou, want ik heb de trap op, hoor. Maar ik heb een draadloze, dus we gaan zo naar boven met je nou. Oh, wat... Jon? Ja. Jonnie? Ja? Is Marcel. Wie? Die ging nog graag voor het nationale Marcel. Marcel. Dankjewel. Oh, sorry. Hi, Marcel. Hij is vorige week al overgemaakt in de boekhouder. Zeker te weten. Zeker te weten. Yeah! Oké, okay, doei. Wat heb je nou? Ja, weet ik niet. Pijn is een naam. Pijn is een naam! Hij wil. Ik heb wel rol geracht beneden. Ondertussen keek Marlies naar de gespierde armen van de priester en drukte de baby nog krachtiger tegen zich aan. En mismoedig staarde zij door het raam. Aan de horizon stapelden sombere wolken zich op, zoals soms kartonnen dozen heel rommelig worden opgestapeld in de magazijnen van bepaalde supermarktketens. In Rimkoontje boy, is het wat? Nou, als ik eerlijk mag zijn, nee, het is niks en het zal ook wel nooit wat worden. Ja, ja. Iets anders, Rimkoontje, volgens mij. Hebben wij het al over geld gehad? Geld? Ja. Mm-hmm.